Goedendag, dit is de Telegraaf Nieuwsflits van donderdag 17 november met het nieuws in 100 seconden. Cruijff blijft ondanks koep. Occupiers, alcoholisten en zwervers. Peuter ziet autodief op zich afstormen. Hondgooier zal het nooit meer doen. En 66 kinderen in een bestelbus, het kan. De vraag is, blijft Johan Cruijff bij Ajax nu Louis van Gaal gisteravond is benoemd als directeur? Valentijn Driessen, jij volgt de zaak voor ons bij Ajax. Wat denk jij? Ja, vooralsnog blijft hij. Heeft hij ook aangekondigd. Hij wacht af wat de ledenraad gaat doen, wat de club dus wil. Nou, naar aanleiding daarvan zal hij een beslissing nemen of hij voldoende grond ziet om wel of niet bij Ajax te blijven. Ja, maar dit is toch een soort dolksteuk in zijn rug? Ja, dat kan je op zijn minst zeggen. Ik denk dat als de raad van commissarissen blijft zitten, als de ledenraad zegt jullie mogen blijven zitten, dat hij dan opstapt. Want in feite is hij in de maling genomen. Als de raad van commissarissen naar huis wordt gestuurd, dan wordt hij ook naar huis gestuurd, want hij is onderdeel van de raad van commissarissen. Als ze hem laten zitten, ja, dan zal hij moeten samenwerken met Louis van Gaal. Ja, oké, dankjewel. De Occupy-demonstratie op het Amsterdamse Beursplein wordt vooral door alcoholisten en daklozen aangegrepen om eens te kamperen in de binnenstad. De organisatie stuurde al een groep 30 dronken Polen weg. De Telegraaf nam een kijkje en constateert dat de fles belangrijker is dan de idealen. Ze hebben tegen een wagentje van mijn dochter aangereden, waarvan mijn dochter erin zat. De 2-jarige Effisilia ontsnapte aan de dood toen een autodief in Utrecht uit de bocht vloog. De peuter werd net niet geraakt, maar moeder Zoe is woedend. De man die zijn Malteser leeuwtje over het hek van het asiel een tuitjehoorn gooide, huilt tranen met tuiten. Hij meldde zich nadat de foto van de bewakingscamera in de Telegraaf had gestaan. Asielbaas Letty Stronk heeft Blondje, zoals het hondje nu is gedoopt, in de aanbieding gedaan. De Chinese politie heeft een schoolbus aan de kant gezet met maar liefst 66 kinderen aan boord. In de bestelauto mogen maximaal 8 passagiers. Telt u mee? Dit was de Nieuwsflits. Op onze site verder het nieuws dat Geert Wilders de stekker uit het kabinet trekt als er geen 4 miljard wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp. Nog een Versace-jurkje gescoord bij H&M vandaag? Tot morgen!